Dag Lucien. Dag Karel. Hoe en wanneer zijn ze geboren? Ik ben dus trouw geboren op de 17e maart 1931. Ja. En ze zeggen in Antwerp, de schijf van de nieuwe boer. Ja. Van hoe komt dat verder? Eigenlijk zijn we gearriveerd in 40. Ja, wij worden eigenlijk neef. Ik was de schijf van de nieuwe boer. Ja, de andere boer. Ja, de andere boer nog van de nieuwe boer. En we zijn gearriveerd in 40. Papa had dat gekocht in 39. Eigenlijk was ik ook van een boerderij, ben ik in een boerderij gebouwd. Ja. Tussen Trui over de Manijs. En dat was toen te klein, het huishouden was te groot. Dus dat was mijn oma, en die was weduwe. En die had een onk. Die had een onkbeur. Een ongehuwde dingen, schoonbroeders. En ze hadden een werkmanbeur, die is als wie zo aangenomen na 16-jarige. En die is constant beur gebleven. Die was werkman, zo gezegd, inwonend. En, die woonde dus tegenover de Manijs in Centraal. Ja, nou, maar na. Moet naar de garage staan, hè. Ja, ja. Maar daar spullen naast bij komen. De open plek, dat was de boerderij. Ja, ja. Maar dat was toen te klein. En papa was achter iets aan het zoeken. Maar dat was juist in dat breken van de oorlog. In 1939. En, maar dan hebben ze toch gekocht, hè. Maar dan is papa moeten gemobiliseerd geworden. Ja, dan had je dan een tijd geduurd die je terug af was. En dan zijn we in mei van 1940 zijn we verhuisd. Hm. En dan zijn we komen wonen bij de Iel-familie. En dan is een 40, wacht even, einde 40, kerstdag is de schuur afgebrand. Ja. Dat is zo'n anekdote. Ja. En toen was het grijn, het ongedorse graan, erin gebleven. Dat was zeker in de oorlogstijd. Zeker niet goed, hè? Nee, dat valt geld. En dan moeten zelfs voor eten voor de beesten en zo. En dan voelt je gewoon ik ging keihard naar school. Ja, ik ben eigenlijk 2 jaar naar school geweest en dan ben ik naar mijn commune, plechtige commune, ben ik naar warm naar kostschool gegaan. Ja, in de warmschool geweest? Ja, Frans. Ik ben tot 16 jaar in de warmschool geweest. Dat was intern? Zeg. Intern, ja. Maar ja. Ik kwam alle weken af. Omdat we moesten alle weken komen eten halen. Je krijgt toch eten, maar wij als boerenzonen, we konden dat niet eten wat ze doen. Nou, graven, ja. En bagages op en zo van die bazaar. En van dat grijs broed. Dus nam we van een broed mee per week. Dat doen bakken ze zelf nog. Zo van die grote broer. Ja. En dan ben ik toen geweest tot mijn 16 jaar. En dan ben ik tot school gebracht. En dat kan je wel zijn van 5, was dat van 5? Nee, de eerste was van Pierre Champagne. Ja. En die hoor ik draaien, maar dat was petrol, dat was het slechte product dat er was. En dan was die
versluiten. Dan aan de ene van Vrijdag Rijske, daar heb ik veel jaren aan geweest. Dat was Diesel. Dat heb ik zelf nog gezien, denk ik. En die was. Dat was ook veel te licht. Maar ja, we trokken er de platen bij. Toen waren er nog twee pijt bij, want de tracteur zei of iets anders doen van dat vrijwerk. Dat mocht niet, hè. Over de pijlen. En dat moest de pijlen doen. Ja. En, dus is die instructeur gebleven. Totdat er ja, zo goed als versleten was. Maar dan hebben we een andere met Milnieuws gekocht. En, maar de Grijsken is toch druk nog hermokt geweest. En die nog jaren mee, als tweede instructeur mee gedraaid. Zo. En ze feesten aan het dorp, wat waren dat? Ja. Het mee, ja, we weten het liefst aan, dat was Vlaamse kermis in het Patersbos. Ja. Voor als jong mannen en jong metjes dan erbij, ja, dan konden ze dingen aan elkaar doen. Hè. En dat konden ze doen, Frank, voor een briksje aan elkaar te ja, moet je zo'n huisje op pad. Maar ja, wij moeten dat wel zeggen, wij moeten dat doen. Dan moesten ze dan gaan geven en dan zat er een poeter en een brakje en een upperleur. En die riep dan dat af, hè. Groetjes van die, like bijvoorbeeld groetjes van Le Chouwaar aan Nieuwbaar. We hadden zo'n huisje op elkaar. Ja, ja, ja. Dat was de dochter, ah, de tweede ja. Dochter, we hadden uiters gemaakt bij de ja, ja. Van Poulevard. En toen ging dat hebben bij anderen ook. En dan ja, de kermis in het dorp. Maar dat was heel anders kermis als na. Hè. Ja. Nou is dat geen kermis meer eigenlijk. Ja. Hè. Maar toen wilde er worden misschien 20 cafés. En toen was je alle kanten toch vertrokken. Het meeste was de muziek en dan wordt gedaast. Ja. En, je moet er niet meer vergelijken bijna, hè? Nee, lang niet, lang niet. Ja, en wij hebben dat was dan goed. Wij worden dan felle daasters, Jeff, Soetaars en ik. En wij worden alles ondagen weg bij de felle. Daasen, hè. Ja. De dorpen het rond toen weer. En dat kost denk ik nog ons laatste. En dan, ja, mijn hobby's dat worden paardrijden voor Noom, ijsschaatsen, dansen en voetbal aan de tijd al. Schaatsen, ja, hoe deed je dat? Ja, schaatsen op de weer van Puits. Ah ja. Maar doen. We worden nog veel felder winter, dus nou, hè. Want we hebben de, twee maanden een stuk opgeschaatst op ja. De weer. Maar toen was die zo niet aangewasselijk na, nou, hè. Ja. En dat was zelfs dat we het meeste worden. En Gerard dan looide of vuurde. Dat er dan zei, looit je de wagen, maar dan kon je... En tussen hier terug ben naar het veld, kon je wat schaatsen gooien. Ja. En dat was nog in het donkel lekker. Ja, maar de schaatsen of ja, dat is schaatsen dan. Echt schaatsen. Ja, ja, ja. En schaamen, dat kon ze, er wordt er weinig dat schaatsen allemaal doen in die tijd. Ja, ja de, van mijn band krijgen, voor, als ik mijn plechtige commune gedaan had. Dat was dier in die tijd. En dan worden ze maar in die schaatsen aan, like, Victor Lamens, Frans Sacrey, Julien van de Greef. En dan in die van die vrouwen van Markeving en zo. Ja. En dan hing er dan toch zo nog in, hè.
Maar dan kwamen ze met schaatsen naar ons leren. Ze wisten dat ik in het veld was gewoon. En dat was gewoon Irma van de Na in de steeg. Ik kwam daar met schaatsen leren. En, maar die bracht hem dan zo hoog terug. Zeg, nog iets van, weet je nog iets van een oorlog? Weet je daar nog iets van? Ja, joh. Ja, dat heb ik veel bij mij gemaakt eigenlijk. Dat is, ja, ze schikte mij op bij dingen, smokkelterf, hè. Ja. Ik moest dan naar de Muilenvuren. Voor 300-400 kilo om de boel keer. En daar strooi ook lang mest op. En de Duitsers hebben mij genoemd als ik een jongen tegenwoordig. En ik rijd dan zo langs achter de Ruttouwer, zo langs het veld, naar de Muilen. Muilen Centraal. Ja. En dat was de terf dat ze brachten. Ja, dat zij kwamen verkopen, zullen we zeggen. En Bedjeraar, die had ook wat grond, die hij werkte. En deze terf moest ik dan ook naar de Muilen voeren, voor het smokkelterf, zullen we zeggen. Hè. Doe ik hier iemand voor de duur. Zeg, heb je nu de gepakt bij het grijpen in de oorlog? Nee, nu het als kojong, nu het nee. De grote mannen als die vuurde, dan hielden ze de Duitsers dan al gemakkelijk tegen. Maar mij hebben ze eigenlijk nu het niet tegengegaan. Ze hebben mij zelfs op de Ruweweg moeten gaan een dopgoot oprijden. Voor dan Kotter voor de stad moeten te doen. Over het veld gewoon, zo langs achter naar de Muilen. En er stond een afweer geschud bij twee Duitsen en tegenover Mouvelaire Plaveer aangebouwd. Ja. En die zagen dat op het de lag doen 500 kilo op, mistbappen erop. En dan worden er nog keren beoteraar, zo, hè. En dat Piet kreeg de keer naar boven. En de Duitsers kwamen afgelopen. En die pakken weeskanten een rood vast bij de spijkers, zo leggen ze dat doen. Ja. En dat open, dat Piet tot boven op de dingen. Ja. En, dat krijg je op. Ze lui, hè, en ze vroegen wat je erop of wat je nee, en dan s'nachts ook. S'nachts, dat was Piet in de Muilen dat bij Katjoe beslagen was. En daar was een koets bij Katjoe Roar, van dat grote Katjoe Roar nog. En in elkaar zijn ze dat hij. En daar lag altijd in een zak. Grijn onder moet je opzat. Maar dat zag ik niet liggen. Nee. En dan zeggen ze mij op als feit dat in wetenjarige. En dan nog erbij op 200 meter of 300 meter achter me snoe. En zo heb ik buildsnas gesmokkeld, zal ik zeggen. Nee. En één keer ging ik bij met mijn zeggen. Grijn halen, dat was een mangeling, luivig. Dat was ook weer versmokkeld. En toen kwamen we aan de kerk af, bij de stuwetkeer van Marke, bij 300 kilo terf op. Eén papa, 2 uur s'nachts. En mangeltje moest tegen, die was doen burgemeester. Hè. Dat was een zwarte. Ja. Maar het schoonste van al, ze nemen dat Piet, die had gebeld of iets zeker, naar een Pietsbierhoor. En die had dat Piet, die in Duits had dat Piet een Pietsbierhoor verkocht. En die was dat Piet komen halen en nog erbij had afgelet zo van Wessers. En die Pietsbierhoor, die kost dat de zinnes niet weinig. En die had op de Hoogebrug, op de Vijzers, in de strokken geboren.
En ook het bij die hadden allemaal gezien, hè, die alles gezien. En die kwam in het huis, op zijn vader van achter. Dat was de brief van de papa. Dat was de brief van de papa. En zeg, zei er, ze hebben mijn toon gepakt en is doorgebongen tussen de struik. Krap die tussen de struiken op van in de tram, van in de tramlijn. Dat was dan van op de Spaanse Brug dan, hè. Ja. Aan de grachten op en loopt de tomer los, die is al wel alleen daar. Ja, en ik loop de tomer los en ik zeg alleen maar toe dat maar thuis. Dat was een hielslamp bij het. En de tomer thuis. En dan ja. Kan ik bij zo van wets achter hem noemen of wel. En ja, echt dan nog. Nu het geworden van Gud. Ja. En dan denk je, die pijsbienaar, die denk je, wat fraas was dat, brave fraas. Die kan doos, dat is toch goed genoeg. En die kan het pijt zelfs heel goed. En toch nu het niks gezegd. Ja. En dus nu is het niet van komen dat pijt, dus is het normaal gebleven. Die zal zijn geld wel kwijt. Waarschijnlijk wel kwijt geweest. Ja. Dan nog bij de vliegende boemen. Ja, die eerste dag kreeg ik al veel straffer gehad in schuld. In warme schuld. Als ik geen huurde, dan ik sliep tegen zo'n vinsterkje. En dan trok ik dat vinsterkje open en dan moest ik dat doorletten. Ja. En dan de surveillant van de sloopzaal, we sliepen toen nog op een sloopzaal, nee, een chambrette nog niet. Elke zaal. En die surveillant die wist dat, hoe waar, 500 lijnen voor morgenavond. En dan stak ik twee pennen tussen mijn linger en dan ja, met twee. Dan leidde ik me op een knie voor de wc. En dan moest ik door snel al een klusuur te geven, want 500 lijnen, ik mag niet door het venster kunnen. Maar dat heb ik dek moeten doen. Ja. Ja. We zaten door met de beurden tegen de plein. Ja, dat was een risico verschil. Ja. Toen stak de volle roegen aan, hè. De lach van die Amerikaanse drood, die toen eigenlijk niet bestond. Ja, toen hadden we geen rol gehad, vrij, tegen de stevens te zetten. Toen stonden de huizen nog niet, geen hier. Ze hadden direct omgereden bij de ijsstoel, bij Van den Berg achter op de ijs. En even een duivel direct gereden tot tegen Peters van Huizen. Ja, dus dat was een even rek. En een paar andere aarde wisten dat door een rol van die van Amerikaanse drood lag. Want je moest al eerst van te beginnen even de rek rapen, die 2 meter hoog was. En ja, wij dan die drood uitkrijgen. Samen hebben beter gevonden als de ene lette en de andere bij de rol tussen de strukken door tot tegen de rek. Dan de rol afgedraaid en zo ze zijn onder de drood uit te krijgen. Hè. Samen is het onder de schop te werken. Dat die dood, ja, dat die dood. En dan had ze Peter aangespannen. Ja, de rol, de onderduik. Ja. En ja, och. Ja, toch weer niks van gekomen, want hij gestoond. Totdat ze daar huis gezet hadden. Ja, dat was goed in drood dan. Dat was heel, maar mijn kans in drood, dat was heel goed in drood. Ja. Ja, dat is je. En dan, ja, de liefde, de eigen dames, de jongens, meisjes. Ja, ik kan me van alle zondagen helemaal tegen. Hè. We komen op alle dorpen, worden wel 2-3 jaar gaan dansen.
En dat was twee en drie keer in het jaar kermis. Ja, we kwamen overal uit. Hè. En, ja, dan mochten ze al onze afspraken, ook de vrouwen aan het vernoos, cinema te gaan en zo. Ja, en uiteindelijk, ja, ben ik dan wel eens tegengekomen in Buurwingen en zo ben ik dan echt blijven plakken. Blijven lang, hè? Ja, maar het eerste, moet het eerste zo serieus, Gis, daar ben ik gewoon een tour zo wat bij hem bezig geweest. De Kwaar, op stier ik boven. Ja. Gis had de molen zijn er weer doen. Ja, een kerkel. Ja. Ja, maar Maria Beert dan. Ja, wij goed. Ja, dat vallen we aan doen. Ja. Maar dan, ja, dan de eerste, toen was ik al 23 jaar toch. Ja. En dan 3 jaar verkeerd. En ja, toen zijn we getraad. Dus jij zit zelf bij paarden gewerkt, nee, op paarden worden eigenlijk? 5 werkpaard en dan worden er altijd 2 of 3 vuilen, zoals dat was. Maar de 5 werkpaard, dat worden dan 4 dikke paard. Dat was een engst en een 3 merks. En die engst die dekte zo'n paar seizoen een 85 merks. Ja. Ja. Maar je kende die. Ja, ja. Het rijpijt, daar ging ik bijna naar een lichtere hengst, naar een bouquet van mazen. En, ja, maar dan zijn de pijten weggevallen en hebben we 3 van de 5 zijn weggevallen en hebben een tracteur gekocht. En dan moesten ze die in het werk doen. Zo. En ja, dan spanden we dat uiteindelijk bij de in vrachten voor zo, de pijt voor de tractor en ook wat werkte. Ja. En ja, en zo evolueerde dat vonden wij dan. Maar moet je me niet zetten gebeuren? Ik, de 22e oktober 1933. Ja. Nee, hij ben ik niet geboren. Ik ben geboren in Den Haal. En daar zag je familiedraad, het gezin zeg je? Het gezin, ja, papa, mama en ik, we worden met alleen. En wat deed papa? Die heeft een toer in het fabriekenwerk en dan is die gewoon loewendossers, hè. Ja. Hij belevens, hè, van pikdossen al dat. Ja. Maar ja, de man is een goeie, alle jonkers daar hebben, hè. Was maar 54 jaar. Oh, ja. En dan ben ik eigen gebleven zo, ik ben nog eigen. Ja. En mama, wat was dat mama? De huisvrouw, ja, en dan moet ik kotsen gaan. En zij was huisvrouw. Ja, ja. En dan moet hij dat zeggen van Steenberg. Ja, 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 zeg maar. Dat zei dan bij de pa, dat was boer. En ja, deze vrouw is dan zo jong verongelukt met een trein. Ja. En dan is zij gewoon helpen. En toen hebben we al dat dan. Sneunens van de schuilkamer en doe weinigen gewoon. Ja, doe weinigen, ja. Waren er nog andere mensen, onkels of tanten? En, bij ons, hè? Ja, of hij nou, ja. Hij het eerste met maar Breurij gewoond. Met hem erin te gemoen gewoond. Ja. En dan is Jeff weer mee komen wonen, hè. Ja. Dat is een verhaal geweest. Papa die ging met de kaart spelen bij Marieke William. En toen vroeg Jeff dat om papa vrij komen te wonen. Maar papa zei, maar wij gaan daar gewoon. Hij allemaal bedienen, hij en hiernaast. En ik kom thuis en zei tegen mama, wat gaan we dat bedoelen? Laat de kamer zijn, maar het is oorlog en dan zijn we ook niet alleen. En dan hebben we en de plak, moeten we naast zitten. Hij woonde Maria. En dan is God Levi gebouwd, Hilda zijn gebouwd en Charles was op de boom. En daar heb je allemaal liggen gewoon gelegd niks. En dan bij hij te wonen, toen was het een oorlog en dan bij de bevrijding zijn de Engelsen komen wonen.
Dan kwamen die en nog beveren. Nog beveren? Beveren. En dan mogen Maria vandaag eten en zaterdag mogen we mij eten. Ja. En dat is zo gegaan, 4 jaar aan een stuk, met volle plezier. En dat is nog altijd volle vriendschap. Ja. Dat was dat je altijd zegt, tante mijn tegen. Ja, dat is dat juist. Ervan, de kengen zijn het allemaal tante mijn. En ik weet goed, goed lief, dat was maar zo een tinte verteten. Ja. En hij wacht dat als mijn pas over staas kwam, en dan zei hij altijd, allee, lieve kneten. En dan had zij zoveel. Ja, ja. Dan weet ze nou nog zo. Ja. Dan zijn we op school gegaan. Ja. Dan op school. Dat weet ik nog goed. Dat was een heel boom van hij, want dat is er mee verbonden met de auto. Hè, te gaan. Ja. Dat was te voet. Vertrokken we en dan ze zagen hij van Moosen. Die nam ons dan mee. En dan gonken we te voet op en het sneeuwde staas en terug weer al. Ja, terug thuis gaan we terug naar terug daar. En dan denk ik mijn klunkjes aan. Ja. Zo ging dat, hè. En is er wel gedacht van de meester, van de juffer, van de mom? Ja, dat was Sir Stel, was dat. Ja. En dan was dat zo'n man, dat als we doorkwamen en we letten net de goede opdracht, dan was het, ha, ze zijn weer met hun gedachten op de kiezel. Nog erger om de kiezel in te doen was. Ja. En er was, ja, en er was niks te doen. Nee. Oh, ze wees stil. En dan van een andere juffrouw. Ja, dit dan de kleuterslas. Wie was de juffrouw Madeleine in die tijd nog, hè, ja. Maar ja. En dan de nonnetjes, ja. Ze herstelde met het meeste ja. En het zuile kruisje. Maar dat was al naam voor de kenger al. Dat, ja, nee, dat was onze tijd niet meer. Nee, daar ben ik nog bij. Ik heb het zuile kruisje gezien. Ja, Pascal en Germain ook. Ja. En wat